Hoe is Goed Wonen eigenlijk ontstaan? Het was eigenlijk een groep mensen die een stichting heeft opgericht. Die noemden ze ook de stichting Goed Wonen. En hun doelstelling was eigenlijk mensen het goede wonen te leren. Nou, de keuken was ontworpen met de huisvrouw in gedachten. Alles moest makkelijk te pakken zijn, de kastjes moesten snel open kunnen, je moest overal wat op kunnen snijden. Zoals je ook eigenlijk aan de meubels kan zien, dat het een open sfeer moet hebben en dat je er gewoon doorheen kan kijken. Dus dat het een open sfeer heeft, een licht, lucht en ruimte. Goed Wonen was in de 50e jaren heel erg in en iedereen wilde vernieuwing. Mm-hmm. En ook in het meubilair. According to well-considered plans, a new Amsterdam is taking shape. New in all respects. This is a town of tomorrow's world.